Kijk ze nou zitten, joh. No. Toen ik jou heb ontdekt, Link, sloeg mijn hart een klein beetje over. Kijk ze nou zitten samen. Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Legend of Zelda Link's Awakening video. In de vorige aflevering hebben wij deze tempel uitgespeeld en we moeten nu door naar de desert, oftewel naar het woestijn. Dus dat is waar we nu naartoe gaan. Ik weet toevallig dat de desert rechtsonder in de map is, dus we moeten daar ergens naartoe. Even kijken of we daar via deze kant naartoe kunnen als we hier naartoe gaan en dan een stukje naar rechts en dan direct naar beneden. Go! Oh, oké, rustig maar. Ik ben gewoon Linky. Ik loop hier gewoon eventjes rond. Moet ik hier naartoe? En dan denk ik hier naar beneden. Of even kijken. Moet ik meer deze kant op? Hey, rustig man. Even deze appeltjes opeten. Nom nom nom. Lekker appeltje. Hoe kom ik daar? Hoe kom ik bij de desert? Even kijken. Nee, ik denk het niet. Maar ik kan wel even hier naartoe. Hé, hey, kijk hier. Hoppa. Nog zo'n mysterieuze schelpje. Secret seashell. Moet ik hier graven? Ja, kijk, oké, ik moet hier inderdaad graven. Kijk, de desert, die is namelijk hier. We gaan in dit gebouwtje weer even wat seashells inleveren. Hoppa, we hebben weer een paar seashells om in te leveren. En, ja, we komen nu bij het eerste puntje aan dat we een cadeautje krijgen. Wat zit erin? Een kwart hartje. Nice. Dus nu moet ik mijn weg zien te vinden naar de woestijn, hè? Het is altijd een goede optie om dan even te gaan bellen. Dit is de hotline, de hulplijn die we altijd kunnen bellen als we even vastzitten. Dit is Uriera. In de Yarna Desert, die zit in het zuidoosten van het eiland, zal je iets vinden dat de Angler Key heet. Hoeveel duidelijker moet ik zijn? Ja, oké. Maar hoe ga ik daar komen, vriend? Ja, want ik kan hier nog niet overheen, want ik heb nog geen haak. Als we een haak hebben, dan zouden we hier overheen kunnen. Oh, wacht even. Kijk, ik zag aan de overkant dus dat trappetje. Toen dacht ik, hier moet inderdaad dan ook een trappetje zijn. Let's go, stomme vissen. Laat me nou eens met rust, joh. Als het goed is, zijn we nu aan de overkant. Ja, kijk, nu zijn we aan de overkant. Helemaal top. Eens even kijken waar we nu terechtkomen. Ik zie daar in ieder geval een kwart hartje. Die wil ik sowieso hebben. Ah, een konijntje. Oh, die is super schattig. Oh, op zo'n mooie dag hebben we een liedje nodig van Marin. Moet ik Marin hier naartoe nemen? Hallo, nog meer konijntjes. Yarna Desert, er is een manier om daarbij te komen. Maar er ligt een luie walrus in de weg. Oké, dus we hebben last van een luie walrus, jongens. Hier zien we een krokodil. I'm Skuldanovic. Het zeemerminnenbeeld bij de zee is mijn masterpiece. Om je de waarheid te vertellen, mijn werk is nog niet compleet. Hallo, mevrouwtje. Oh, we moeten weg. Nou, oké, doei. Dag. Geen idee wat ik daar allemaal moest doen. Nog meer konijntjes. Dit is Animal Village. Dit is zo cute. Deze konijn zegt, er is een dromentempel in Mabe. En daar moet iets goeds liggen daarbinnen. Is het waar? Dat kunnen we nog wel eens gaan checken binnenkort. Hallo, mevrouw. Christine zegt, je kent de etiketten niet als het om een vrouw gaat. Wat? Je had bloemen mee moeten nemen. Dan wil ik met je praten. Wat? Weet je wat je kan krijgen? Een pot op je hoofd. Kom op, man. Dus even normaal. Dat vrouwtje was wel behoorlijk arrogant, jongens. Dan hebben we nog dit huisje. Ik hoorde een geluidje, maar ik zie niks. Nou, oké, doei. We hebben bijna alle huisjes gehad. Hier is nog een huisje. Hey, wedden dat deze beer mijn honing wil hebben? Oh, hey, heb je honing? Ja, zie je. Mijn honing is op. Wil je het ruilen voor een ananas? Tuurlijk wil ik dat ruilen voor een ananas. Ik hou niet van honing. Ananas vind ik wel lekker. Dus ik vind het een topruil. En hij zegt, dus er ligt iemand in de weg bij Yarna Desert. Als hij slaapt, dan ga je hem echt niet meer uit de weg krijgen. Maar hey, neem Marin mee en maak hem wakker met haar lied. Oh, dus ja, we moeten duidelijk Marin even gaan halen. Als we Marin straks hebben, dan kunnen we dus blijkbaar door. Hier is nog een leuke rabbit. En hij kan niet naar Maybe Village door alle monsters. En hij hoopt dat Marin oké is. Ja, dat komt wel goed. Alles gaat goed met Marin, jongens. Oh, vanaf hier kunnen we straks warpen. Maar ik wil eerst even dat hartje pakken, dat kwart hartje. Let's go. En dan hier naar boven. Oh, kijk, hier ligt die walrus. Met een snottenbel uit zijn neus. Ja, we moeten duidelijk Marin dus gaan halen. Even hier naar boven. Oh, hier kan ik nog een bom neerleggen. Er is nog een geheime grot hier ook. Boom. Oh, bloepers. Hier ligt nog een hartje, maar ik kan hier niet overheen springen. En daar kan ik ook nooit overheen rennen trouwens. Ik kan natuurlijk zo een bom pakken en die dan daar neergooien. Maar ik ga die sprong ga ik nooit halen. Dus ik denk dat we inderdaad binnenkort een haak krijgen. En dat we dan met die haak weer verder kunnen. Maar deze kunnen we natuurlijk wel pakken. Hoppa. Nou, dan is het denk ik nu zo langzamerhand inderdaad tijd om Marin te gaan halen in Maybe Village. Dus dat is het dorpje waar we beginnen. En het makkelijkste is denk ik inderdaad om gewoon lekker te gaan warpen vanaf hier. Dat is wel handig, al die warppunten in deze game. Dan gaan we naar
Oehoehoe, prairie. Ga ik eens even kijken wat dit voor huisje is. Want ze hadden het net over een droompaleis. En hier konden we eerst nog niet in. Omdat we die sterke handschoenen nog niet hadden. Kijk, inderdaad, de Dream Shrine. Hier moeten we even zijn. Ik ga eens even lekker slapen. Ik ga even lekker dromen, denk ik. En waar zijn we nu aanbeland? Oh, oké. Hallo? Hallo? Kan ik... Oh, hoppa! Nice! Run! Dat gaat super easy. Oh, daar ligt een ocarina. Oh, hebben we die ocarina straks nodig om muziek te maken? Ik denk het wel. Misschien moeten we straks muziek gaan maken met Marin. En daar hebben we dan waarschijnlijk... Lel Carina voor nodig. You got the ocarina. You should learn to play many songs. Nou, top. Dan hebben we de Dream Shrine ook weer gedaan. Het was niet een hele moeilijke tempel dit. Hier waren we zo klaar mee. Alright. En dan moeten we nu even Marin halen. Marin. Marin's not with you. What happened to her? Yo, waar is Marin? Oma. Weet jij waar Marin is? Oeh, een hartje. Oh, maar ook een pijl en boog. Ah, laat ik even gaan sparen voor die pijl en boog. 980 roepies. Daar zijn we al bijna. Yo, misschien weten die ouders hier wel waar Marin is. Waar is dat mannetje? My husband is lost in the mountains. He must be starving. Oké, dus we moeten dan denk ik naar de mountains. En misschien is Marin dan ook wel bij de mountains. Dat zou zomaar kunnen, want hij zei al in het begin van... Later ben ik verdwaald in de bergen en kom me daar zoeken. Oh, en ik heb natuurlijk die ananas. Dat vrouwtje zei net, he must be starving. Oftewel, hij zal wel honger hebben. En aangezien ik een ananas heb, denk ik dat ik hem misschien wel kan helpen. Let's go to the mountains. Kijk hoor, kan ik hier ergens naar boven? Ja, oké. Ik denk dat dit wel de goede weg is. Ja, kijk, we kunnen hier naar de mountains. Maar hier was het ei. Dus misschien moeten we hier naar boven. Tall, tall, mountain range. We gaan de berg heen, jongens. Let's go. Oh, nice. Hier ligt een stukje hart. Toppie. Hoe ga ik daarbij komen? Misschien vanaf hier. Ja, dan kan ik deze daar naartoe duwen. Deze daar naartoe duwen. Dit weghalen. Bloepetjes lopen. En hartje pakken. Oh, we hebben nu 4 stukjes hart. Dus we krijgen er een heel hartje bij. Kijk. Altijd goed om al die hartjes te pakken. Word je alleen maar beter van. Hier naartoe. Ja, daar kunnen we sowieso nog niet naartoe. Dus we hebben dus die haak nog niet. We moeten eerst die haak hebben. Kissie pakken. Wat zit er in dit kissie? Kijk, roepies. Nice. Dan kunnen we straks die boog halen. 50 roepies erbij. Go, 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 go. Oh, kijk, daar is die. Daar is die mafketel. Oké, kom eraan, vriend. Wacht op mij. Zo, hij zat daar lekker te chillen, jongen. Zag er nou niet echt naar uit alsof hij het heel erg zwaar had of zo. Volgens mij had hij het wel naar zijn zin daar. Oh, bloepertie. Auw. Kijk, daar is meneer. Op de Tall Mountain Range. Hallo, meneer. Hallo. Papa zegt, ja, papa was verdwaald. Zoals hij al zei, ik kan me niet meer bewegen. Heb je zo'n vitamintjes voor mij? Nou, laat ik nou toevallig een ananas in mijn binnenzak hebben. Echt, zwaar toevallig. Alsjeblieft, man. Geniet ervan. Is het lekker? Hij zegt, neem dit. Dit is de hibiscus. Oh, nu, oké. Nu heb ik dus plantjes gekregen. Die kan ik weer aan het mevrouwtje gaan geven. Want die wilde heel graag bloemetjes hebben. Ik had liever dus net die pot voor de bakkers gegooid. Maar ja, maakt niet uit. Ben je weer chill? Kan je weer weg? Thanks for the grub, Link. Je bent een lifesaver. Kan ik hier nog verder of zo? Zo te zien niet. Ik denk dat dit het was hier op de berg. We gaan weer terug. Kan ik hier ergens dan gewoon naar beneden springen gelijk? Of Nee, ik kan hier niet verder. Nou, dan gaan we maar gewoon even dezelfde weg terug. Yes, oké. Gaan we even een portal opzoeken. Oh, kijk eens. Volgens mij is dit ook een portal. Ja, zie je? Ik zag die soort van blauwe dingetjes onder die steen vandaan komen. Helemaal top. Kunnen we gelijk doorwarpen naar Animal Village. Hoppa. Gaan we eens even de bloemetjes geven aan dat verwende kreng daarbinnen. Hallo. Ik heb de hibiscus voor je. De bloemetjes. Nou, ik luister wel even naar je. We moeten deze brief naar Mr. Wright brengen. Nou, kunnen we weer terug gaan warpen. Want Mr. Wright is helemaal aan de andere kant van de map. Mr. Wright zit namelijk... in dit huisje hier. Dus daar ga ik nu naartoe lopen. Jullie weten de weg. Het is boven het mysterieuze bos. Dus ik hoef dat niet helemaal te filmen. Ik kom zo bij jullie terug als ik er ben. De map is eigenlijk helemaal niet zo groot. Ik ben denk ik nu echt 15 seconden verder en ik ben er al. Dit gaat... Oh, moet ik alleen niet elke keer in die gaten vallen. Hey Mr. Wright, ik heb een brief van iemand anders voor jou. Alsjeblieft. Oh, een brief voor mij. Ik ben zo blij, zegt Mr. Wright. Oh, en er zat ook nog een foto bij. Een foto. Van onze grote vriendin Princess Peach. Ze is zo mooi. Ik moet je iets geven voor jouw problemen. Wat krijgen we dan nu? Een broom. Oké, we krijgen een bezem. En we weten dat het omaatje die broom weer wilde hebben. Want die was de broom juist kwijt. Dat hebben we net ook gezien. Alle stukjes puzzel vallen wel echt de hele tijd precies op zijn plaats. Dat is wel lekker. Hoppa. Oh, ik kan ook nog even hier een mushroompje meenemen. Nu we hier toch zijn, hè? Neem we gewoon die mushroom even mee. Yes, en dan zijn we weer in May Village. Moeten we even naar oma. Hallo oma.
Ik heb je bezem. Alsjeblieft, oma. En we krijgen nu een vishaak. Oké, wat moeten we er met die vishaak dan? Dat weet ik nog niet. En wat ik ook nog steeds niet weet, waar is Marin? Is Marin misschien op het strand of zo? Want Marin is wel vaker op het strand. Daar heeft Marin mij tenslotte ook gevonden. Ik ga eens eventjes op het strand kijken. Want ik heb nu deze hele trading sequence volgens mij gedaan. Ik heb geen idee wat ik met die vishaak op dit moment moet. Dus het zou zomaar kunnen dat Marin gewoon even zichzelf teruggetrokken heeft. Even aan het chillen is op het strand. Marin! Waar ben je? Where are you, girl? Marin! Hey, monkey. Die aap zit hier ook gewoon nog steeds. Oh, wacht even. Ik pak sowieso even wat in dit kistje zit, want dat kan nu. En weer 50 muntjes. Hoppa. Very nice. We hebben bijna ook die pijl en boog. En hier is Marin. Dus toch op het strand. Oh, Link, ik ben zo blij dat je deze plek hebt gevonden. Kan je even blijven en met me praten? Nou, helemaal goed, Marin. Laten we even gezellig chillen hier zo bij het strand. Gaan we even lekker over de zee uitkijken. Met de zeemeeuwen boven het water. Wat gezellig. Marin vraagt, ik vraag me af waar deze kokosnootbomen vandaan komen. Darren zegt dat er niks is voorbij de zee. Maar ik geloof dat er wel iets is daar. Aan het einde van de zee. Kijk ze nou zitten, joh. Toen ik jou heb ontdekt, Link, sloeg mijn hart een klein beetje over. Ik dacht dat deze persoon hier is gekomen om ons een bericht door te geven. Kijk ze nou zitten samen. Als ik een zeemeel was, dan zou ik zo ver vliegen als dat ik kon. Ik zou vliegen naar hele verre plekken en daar zingen voor heel veel mensen. Als ik een wens doe voor de windvis, dan vraag ik me af of mijn dromen uit zullen komen. Marin heeft een grote dromen met een bloemetje in haar. Marin vraagt, hey Link, luister je eigenlijk wel naar me? Nou, en ik kan gewoon ook nee zeggen nu, hè? Nou, laten we maar gewoon ja zeggen. Dat zou echt zielig zijn. Als we gewoon zeggen, nee, ik luister niet naar je. Marin zegt, ik wil alles weten over je, Link. En ze begint te lachen. Marin zegt, oh, de walrus wil dat ik naar hem toe ga. Nou, oké, dan gaan we naar de walrus toe. Kijk hoe die Marin vasthoudt dan. You got Marin, is this your big chance? Super grappig. Zullen we samen naar de walrus gaan? Dat doen we in de volgende aflevering. Nu weten jullie in ieder geval waar Marin zich verstopt heeft en wat je moet doen om de vishaak te krijgen. In de volgende aflevering gaan we proberen naar de volgende tempel te komen. Doe even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Muzzle!